Ik ben Verena Schwach, onderzoeker bij de Universiteit Twente. Hier kweken wij harten op een chip. Het doel van ons onderzoek is om die hartspiercel van een patiënt op de chip na te maken, om nieuwe medicijnen tegen hartritmestoornissen te testen. Op dit moment kweken wij de hartspiercel in een Petrischaaltje. Hier kunnen wij die elektriciteitssignaal van de hartspier precies volgen. Wij proberen de hartritmestoornis op te wekken met verschillende prikkels en te stoppen met medicijnen. Tot nu toe werken wij met generieke stamcellen, maar met jouw donatie willen wij graag de stamcellen van de patiënt gebruiken. Met de stamcellen van de patiënt kunnen wij zijn hartspiercel kweken op een chip en toewerken naar medicijn op maat. Met dit gepersonaliseerde medicijn verwachten wij hartritmestoornissen beter te behandelen, om herseninfarcten en hartfalen te voorkomen. Ik ben Robert Passier, hoofd van de afdeling Applied Stem Cell Technologies en Verena werkt in onze groep. Wij denken dat dit project een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het behandelen van hartritmestoornissen en ook dat we veel beter begrijpen waar het vandaan komt. Ik zou zeggen, ondersteun dit project, zodat Verena dit project ook daadwerkelijk kan uitvoeren.